Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal meetings houden met ouders over de vernieuwingen binnen het onderwijs. In de vakantie is er over en weer gebrainstormd met leerkrachten en andere deskundigen. Maar nu is het volgens haar ook tijd om ouders erbij te betrekken. Ze erkent dat er veel vragen zijn over het nieuwe beleid. Maar juist dat houdt de discussies levendig, zegt ze. Want via de kinderen krijgen ze wel de informatie. Maar er komen nu dus meetings met ouders. En niet alleen met de schoolleiders en niet alleen met de leerkrachten. Er zijn veel vragen, wat helemaal niet een probleem is. Het houdt de discussie levendig. En het leerjaar 10 is op dit moment voor het eerst gestart. En het examenbureau en de schoolleiders die kijken hoe het examen eruit moet gaan zien over een aantal maanden. En dat is ergens in augustus. Ten aanzien van de medische studie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname zegt Levens dat er niets mis is met de selectie van studenten. Ze geeft aan dat er een werkgroep is ingesteld om na te gaan of er met dezelfde selectieprocedure gewerkt moet worden. Daar heb ik dus nu wel een werkgroep voor ingesteld om te kijken naar een misschien andere vorm van selecteren. Want deze selectie die wij hebben, die is een beetje overgenomen van Nederland. En soms moet je kijken naar wat beter past in ons land. En dat niet alleen negens en tieners goede doktoren garanderen. Dus daar wordt nu wel naar gekeken. Minister Levens benadrukt dat de selectie van medische studenten voor het collegejaar 2022-2023 correct is geweest en de selectie volgens de thans geldende procedures is geschied.